Zo, daar ben ik weer. Vandaag doen we een unboxing van een tablet die ik besteld heb bij onze vrienden van Ali. De Chewy VI8 Super. Een dual boot system tablet van onze vrienden van Chewy. Hij was al binnen een weekje. Dus en voor een vrij aardige prijsje heb ik hem op de kop kunnen tikken. Dus laten we beginnen met de unboxing. Goed verpakt. Daar zijn we gewend van onze Chinese vrienden. Even kijken. Verstuurd met DHL. Gratis verzending. Ik weet niet of ik daar echt blij van werd. Want ik moest wel betalen ervoor. Dus dat is weer een beetje jammer. Maar goed, dat is de gok die je neemt. Tegenwoordig laat ik mijn spullen niet meer met DHL bezorgen, als het kan. Maar gewoon met China Post. Dan heb je wat minder kans op de belastingen. Maar goed, als je moet betalen, dan moet je betalen. Hup. Daar gaat hij. Wat zit er nog meer in? Chewy. Nou, nog een doosje. En hebben we hier nog een... Die kan weg. Een after sales card. Thank you for your purchase. Och man. Wat een verwennerij. Goed zo. Nou, dan hebben we de folie weer. Wat zit hierin? OTG kabeltje. Mooi. En USB, micro USB kabeltje. Standaard. De Chewy lader geloof ik zo uit het hoofd. Eens even kijken of dat echt de lader is. Ja, US lader. Fijn dat ze die meeleveren terwijl ik vroeg om een EU charger. Nou, er zal er ook wel een adaptertje in liggen. Eens even kijken. En ja, kijk eens, het adaptertje. Hebben we natuurlijk niks aan, want het past niet in de stekkerdoos. Dus die kan ook gelijk weg. Dat is alleen het nadeel van bestellen via Ali. Ze leveren niet altijd de correcte dingen in. Kijk eens, een mooie doos, Chewy. Intel Inside, ja, dat klopt. Geen Rockchip, geen MTK, nee, een Intel. Intel Z3736F B-trail Atom processor. Dat is allemaal wel. Laten we eens even kijken wat er op de doos staat. Nou, niet veel. Als je het kan lezen, mag je het mij vertellen. En aan deze kant staat er ook niet zoveel. Nou, mooi doosje, hij is goed verpakt. Het is de 32 gig versie, zoals we zien. En hier kan je het ook zien, VI8Q32, dus dat is mooi. Aan de andere kant zien we dat hij op Windows 8 draait en op Android. Processortype, hij draait op 1,8 gig, 2 gig werkgeheugen zit erin en 32 gig opslag. Ik ben benieuwd, ik heb nog nooit eerder een Chinese Windows tablet gehad. Het waren allemaal Androids. Dus we gaan het beleven. Natuurlijk doen we na de unboxing een uitgebreide review. Zoals altijd. De tablet, die zetten we eventjes opzij. Wat zit er nog meer in de doos? Boekjes, papiertjes. Natuurlijk gaan we die niet lezen. Daar hebben we niet zoveel aan. En wat zit hier nog meer in? Helemaal niks. Die kan ook opzij. Dan gaan we verder met de tablet. Ik ga deze ook even opzij zetten. Dat maakt het wat netter. Zo, de tablet. Gaan we even een beetje inzoomen. Dan kunnen we het beter bekijken. Folietje eroverheen. Kijk eens. Zien we nog een keer de specs van het apparaat. Hij voelt stevig aan. Achterkantje van plastic. Hier staat nog een keertje wat het is. Input 5 volt, 2 ampère, Chewy, 64 bit geloof ik. En CPU max 1,83. Max hebben ze het over. Dus ik ben benieuwd op hoeveel hij normaal draait. Er zit een cameraatje op. Nou ja, of we daar blij van worden, nou, ik durf het niet te zeggen. Een... micro SD kaart slot.
koptelefoon aansluiting zit erbij. Ik geloof, ik weet niet of jullie het kunnen zien, dit is micro USB. En dit is dan een, nee, dit is micro USB en dit is OTG host volgens mij. Als ik het goed heb, als ik het niet goed heb, neem mij niet kwalijk. Ik heb niet echt nagelezen voor het apparaatje. Eén speakertje zit erop, dat is die. Nou, laten we de folie verwijderen en kijken wat hij doet. Nou, ik zie dat hij standaard een screen protector meegeleverd heeft gekregen. Kunnen we aan de bobbeltjes zien. Wat heb ik daar een hekel aan. Hiervoor zit ook nog een cameraatje. Windows logo op. En het schijnt dat deze activated is. Dus geen illegale versie, dat is wel fijn. Aan- en uitknopje, volume rocker. Voelt stevig aan. Aan- en uitknopje ook. Dus laten we hem even opstarten. Dan kunnen we even bekijken wat hij gaat doen. Chewy, Intel Inside. Nou, het Windows tekentje draait al. Kijk eens. Leader High Tech. Oh, dat ziet er netjes uit. Kijk eens. Niet slecht. Weather. Nou, hij is niet verbonden, dus dat zal hij niet doen. Nou, komende tijd ga ik dus met deze tablet even aan de slag. Een beetje spelen. Kijken we allemaal wat het is. En natuurlijk gaan jullie dus een uitgebreide review ervan krijgen. En dan kunnen jullie zelf beslissen of het wel iets voor jullie is eventueel. Het was in ieder geval niet een dure tablet. Hij is nu bij Panda volgens mij voor $87 te krijgen. Dus het is een hele goedkope tablet. Ik verwacht er ook niet heel veel van voor dat geld, zeg maar. Maar we gaan hem testen. En zodra ik klaar ermee ben, dan krijgen jullie een mooie uitgebreide review weer. Zoals gewoonlijk. Dus dit was het voor mijn unboxing en first impression van de Chewy VI8. En tot de volgende keer bij de reviews.